station Beukelaan wordt station Strijp S. Het ouderappel protesteert tegen armoede in de stad. En het Huygens College kookt om eenzaamheid te voorkomen. Er wordt veel geïnvesteerd om Strijp S op de kaart te zetten en daar hoort ook toegankelijkheid bij. De gemeente, NS en ProRail slaan daarom de handen ineen om het huidige station Beukelaan te verbeteren. En dat begint met die naam. En we weten allemaal dat Beukelaan minder bekend is dan Strijp S. En er wordt dus ook gekeken van kunnen we het station een andere naam geven, namelijk Eindhoven Strijp S. Dat gaat niet zomaar vanzelf, een naamswijziging. Daar zit altijd kosten aan verbonden die te maken hebben met het invoeren van de naam in het systeem, in het hele spoorsysteem, maar ook in de reisplanners, de borden op het station. En dat is een heel traject en we zijn daar aan het kijken van hoe we dat zo efficiënt mogelijk kunnen doen. Een naamswijziging is één, maar daarmee is het grootste probleem nog niet opgelost. Iedereen weet ook dat als je er komt en als je veel reist, wat ik zelf doe, dan is dat niet een van de stations in Nederland waar je denkt van, daar blijf ik graag lang hangen. Dat is een feest om te zijn. Terwijl het wel een hele belangrijke plek is, omdat het namelijk een belangrijke plaats in de stad is waar mensen die naar Eindhoven willen komen, zeg maar als eerste entree van de stad hebben. En het is al belangrijk dat de entree van de stad, dat je daar graag komt. In eerste instantie moest het station helemaal verplaatst worden om zo toegankelijker te worden. Maar dat is simpelweg veel te duur. Daarom wordt er voor makkelijke, maar doeltreffende oplossingen gekozen, de zogenaamde quick wins. Zo wordt er beter gelet op de schoonmaak, komen er banken en wordt er verlichting aangepast. En daarnaast gaan we in 2015 starten met een aanbesteding voor het plaatsen van een tweetal liften op het station. En dat zal zeker de toegankelijkheid van het station voor mensen met beperkingen enorm verbeteren. Maar ook voor mensen bijvoorbeeld met veel bagage en dergelijke. Die liften worden gefinancierd door het Rijk en moeten in 2018 operationeel zijn. Hoe snel de andere verbeteringen en die naamswijziging kan worden doorgevoerd, wordt nog onderzocht. De gemeente heeft ongeveer 2 ton gereserveerd voor het project.